Kijk, daar ligt hij in zijn kabouterpak. Hij is toch dood? Ja, hij is dood, ja. Tientallen kinderen komen afscheid nemen van kabouter Hans. Het was een grote kindervriend en een laatste eer willen ook de jongsten hem graag bewijzen. Ik ga naar de begrafenis van kabouter Hans, want kabouter Hans is dood gegaan. Als kabouter verkleed ligt hij in de kist. Want dat is toch wat hij het liefste deed. Leven als kabouter en kinderen het naar de zin maken. Omdat zoveel mensen hem kenden, maakten we in april vorig jaar in U Vandaag al een reportage over Hans en zijn werk op de begraafplaats. Toen gaf hij al aan het einde niet te vrezen. Nee, ik ben niet bang voor de dood. Nee, nee. Ik hoop dat ik er nog heel wat jaartjes hier mag blijven lopen. Maar echt bang ben ik niet. Een paar dagen geleden kreeg kabouter Hans een hartstilstand. Hij werd 153 jaar. En gisteren konden de kinderen voor het laatst langskomen om te tekenen, te spelen en broodjes te bakken. Dag, lieve kabouter Hans. Tot ooit.